Hoi allemaal, welkom in mijn nieuwe vlog. Dit is voor de eerste keer dat ik gewoon een verhaal doe op mijn vlog en niet dat ik iets ga doen. Althans, ik ga straks nog wel iets doen, maar eerst wil ik even zeggen waar jullie eigenlijk voor kijken naar dit filmpje. Soms ben ik eigenlijk best wel naïef, want dan denk ik al, zulke dingen gebeuren mij niet of nee, dat overkomt mij niet. En ik weet eigenlijk niet dat ik het een beetje moet verwoorden, maar gisteren ben ik dus gehackt en ik was best wel actief met mijn Instagram. Ik had een groot bereik. Ik had 30.000 volgers en ik was er 5 jaar lang mee bezig. Dus 5 jaar lang ben ik echt gewoon actief bezig geweest met mijn Instagram. Keek ik altijd naar leuke plekken waar ik foto's kon maken. Op vakantie leed echt iedereen door mijn Instagram. Dat we even moesten stoppen voor een foto. En ja, ik vond het zelf ook gewoon heel erg leuk om te doen en vind. Misschien denken mensen van mij, het stel je niet zo aan, het is mijn Instagram, maak een nieuwe. Maar misschien voor de meiden die zelf ook heel veel bezig zijn met Instagram, weet gewoon dat het echt heel kut is. Ik snap niet waarom mensen dit überhaupt doen. Ik werd gehackt en ik kwam erachter omdat ik wilde inloggen en ik kon niet meer inloggen. Toen kreeg ik daarna gelijk een e-mail dat ik ben gehackt. En er stond ook een telefoonnummer bij die ik kon appen. En het was geen Nederlands telefoonnummer en ook geen Nederlandse mail. Ik had dus dat telefoonnummer toegevoegd. Toen kreeg ik gelijk reactie. Het was van een buitenlandse jongen, zegt hij. En hij had geld nodig voor een beenoperatie, wat natuurlijk echt gewoon bullshit is. Hij had mijn account bevroren en hij wilde per se geld hebben, anders was het binnen een uur verwijderd. Als ik nou dacht, oké, hier heb ik mijn Instagram mee terug, dan had ik hem al lang betaald. Maar ik weet sowieso, dit is een hacker. Als ik nu 1 keer betaal, dan blijf ik gehackt worden. En ja, weet je, dit is gewoon een gebed zonder einde, dus daar ging ik sowieso niet aan beginnen. Dus we bleven een beetje aan het lijntje houden en toen had ik ondertussen Instagram bericht. En die gaven, want het was 's avonds gebeurd, die gaven wel reactie terug. Ik moest een foto maken met een wit A4 en dan moest ik zo vasthouden dat je wel mijn gezicht zag. Maar natuurlijk had ik echt een huilgezicht. Want ik, ja, toen ik gewoon zag dat mijn Instagram weg was. En ik van alles was getagd. En eigenlijk gewoon mijn Instagram van de aardbol of zo deed. Ja, dat is zo'n klap. Omdat ik gewoon zo lang mee bezig ben geweest. En ik heb zoveel tijd erin gestoken. Het is misschien raar om te zeggen. Maar het is echt gewoon een deel van mijn leven. Omdat, ja. Ja, ik vind het echt heel moeilijk. Maar ja. Ik denk zelf. Ja, zoals ik al zei, het is gewoon echt een deel van mijn leven en het is ook gewoon wie ik ben. Want als mensen mij zien, weten ze, oh Damien van de Instagram. En als ik ergens iemand nog niet ken en we zijn een beetje gezellig aan het kletsen. En ze vragen, wat doe jij? Nou, dan kan ik altijd leuk vertellen over mijn Instagram. Laat ik alles zien en je hebt altijd gelijk een heel leuk gesprek. Natuurlijk ook de dingen wat je ermee kan doen. Ja, dat is gewoon echt superleuk. Het was gewoon 1 klap weg. Ik dacht zelf natuurlijk dat het wel iemand was uit het buitenland, maar... Het kan natuurlijk ook gewoon iemand zijn die dicht bij me staat. En die het gewoon niet gunt. Die gewoon hackers kent en zegt, kom we gaan haar account hacken. Nou, als je dat doet ben je gewoon echt zielig. Ik vind, dan ben je gewoon echt niet 100 als je gewoon iemand zijn Instagram account wil hacken. Want word je er zelf beter van, nee. Ik maak toch wel weer een nieuwe Instagram. De volgers gaan toch wel weer terugkomen als ik gewoon weer actief blijf. Maar het is zo zonde, omdat ik voor 5 jaar lang foto's op heb staan... Ik heb zo'n band met mijn volgers opgebouwd. Want ik kreeg heel vaak leuke berichten. Ja, dat is nu gewoon allemaal weg. Ik moet helemaal weer opnieuw beginnen. Mijn volgers moeten we weer opzoeken. 30.000 volgers bouw je ook weer niet in 2 maanden op. Ik was van het vertellen. Ik had dus een foto gemaakt met een tekst eronder. Die had ik verzonden naar hun. Mijn hacker had die foto dus gehackt. Dus ik zat daar met mijn huilgezicht. Met dat bordje. Die heeft hij op mijn Instagram geplaatst. En die 1 keer maar 200 keer. Wat hij natuurlijk hartstikke grappig vond. En de mensen omheen daar misschien ook. Voor mij maakt het niet uit. Want in mijn vlog sta ik zonder make-up. Ik word wakker. Ik sta lelijk op mijn vlog. Het interesseert me ook verder niet. Want ik ben niet perfect. Als ik 's morgens wakker word, ben ik ook niet moeders mooiste. Maar ik snap niet waar iemand zijn vreugde uit kan halen. En heeft hij ook nog allemaal tegen mensen gepraat op mijn account. En hele rare dingen ook allemaal gezegd. In ieder geval, ik was geblokkeerd. Toen belde hij op en toen zei hij dat hij nog iets minder geld wilde, maar dat hij wel geld wilde. Anders zou het binnen nog een uur verwijderd zijn. Nou, toen zei hij ook gewoon, nou sorry, ik heb geen geld. Ik denk, ik ga echt niks aan hem overmaken. Heeft hij mijn account opengezet. Dus ik dacht zelf dat Instagram had gedaan, dat ik zo meteen aan het mailen was. Maar ik kreeg mails van de hacker en mails van Instagram. Dus alles liep een beetje door elkaar. En natuurlijk ben je helemaal hectisch, want je wil alles regelen. En toen had ik mijn Instagram openstaan op mijn profiel. Iedere keer als ik mijn Instagram deed verversen, zag ik dat er 20 foto's afgingen. Weer 20 foto's, weer 20 foto's.
Nou, ik was zo kwaad. En je hebt zo'n onmacht, je kan niks doen. En je ziet alleen nog maar die lelijke kutfoto met je verdrietige kop. Zie je alleen maar meer, 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 meer. En op een gegeven moment ging iedereen rapporteren en toen was uiteindelijk het account gehackt. En nu zal ik heel eerlijk zeggen, ik dacht echt gelijk, ik ga stoppen met Instagram. Ik ben er helemaal klaar mee. Want als ik nou een nieuwe Instagram opbouw, misschien krijg ik 30 likes op een foto. Dat maakt nog niet zo heel veel uit, maar de interactie met mijn volgers is sowieso weg. Het duurt zo lang eerder ik weer een nieuw bereik heb opgebouwd en dat je weer alles hebt wat je had. Maar nu denk ik echt van sorry, ik laat me eigenlijk echt niet door een zielige hacker het veld uitslaan. Dus ik ga gewoon weer een nieuwe Instagram opbouwen met dezelfde naam. Dat zal ik hieronder zetten. Ik zou het super leuk vinden als jullie mijn account willen promoten. Omdat ik natuurlijk nou helemaal met niks begin. De mensen die dat doen en ik mijn account weer groot, zal ik zeker ook belonen. En die zal ik zeker ook weer promoten op mijn kanaal. Dus voor jullie zal het dan ook leuk zijn. Ook ga ik heel leuke prijzen weggeven bij bijvoorbeeld de 1000 volgers of de 500 volgers. Dus dat jullie ook echt het gevoel hebben dat jullie wel meetellen. Want ik ben echt hartstikke blij als ik weer terugkom bij mijn volgers. Maar ik vind het wel echt heel jammer dat het zo... Dat het zo moet. Dus in ieder geval mensen, zorg echt dat je Instagram goed beveiligd is. Gisteren als je maar het woord Instagram tegen me zei, begon ik al te janken. Ik werd zelfs vanmorgen gewoon jankend wakker omdat ik het zo erg vond. Nou, dit verhaal wilde ik gewoon heel even kwijt. Omdat ik echt gewoon deze 2 dagen best wel in shock was. En het heeft best wel een impact gehad op mij. Maar we gaan lekker door. Want vandaag ga ik ook even mijn botox laten bijwerken. Ik ga denk ik een beetje bij mijn lippen bijwerken, omdat het best wel een tijdje geleden is. Hij gaat kijken naar mijn jeukbeenderen, omdat hij dat voor de laatste keer toen had opgespoten. En hij toch nu even wilde kijken hoe dat het nu is. En mijn frons. Dus dat is wat ik vandaag ga doen. Heel erg bedankt voor het luisteren naar mijn verhaal. Ik heb mijn hart gelucht en dat was eigenlijk best wel fijn. En ik hoefde ook niet te huilen. Bijna dan, maar gisteren was het echt heel erg. Hadden jullie echt niet moeten aanzien. In ieder geval... Volg mij, ik zou het echt super leuk vinden en ik hoop dat ik weer een leuke band met jullie kan opbouwen. En voor de mensen die me altijd vragen stellen privé op Instagram, die weten dat ik altijd leuk reageer en echt met jullie probeer mee te denken. En als jullie bijvoorbeeld vragen hebben over botox of kleding of waar ik iets koop of leuke tips, dan mogen jullie dat altijd bij stellen. Want ik vind het alleen maar leuk als jullie mij berichten sturen. Nou, ik ga nu alvast even kijken wat er een tafeltje vrij is en dan ga ik lekker eten en daarna ga ik botoxen. Dus dankjewel voor het luisteren naar mijn verhaal en tot zo. Dus verdovingswalf. Laat die sneller. Deze werkt heel goed. Deze werkt heel goed. Doe jij een beetje op je lippen dan voel je? Nee, maar ik smeer alles erop met tatoeëren. En dan worden nu deze hoekjes opgevuld. En hierboven. Zodat het een beetje meer volume is, want hier zit al genoeg volume. Nu merk je nou ook gelijk, hè? Er zitten er 6 of 30 of zo. Nu merk, maar nu lijkt het alsof heel je tong, of er alles overdoofd is. Na 2 uurtjes werkt het dan. Nee, dan ook. De botox zit ook wel goed in mijn voorhoofd. Het is echt lang geleden eigenlijk hè, dat ik het heb gedaan. Het zit echt nog heel goed. Wat ook? Even voor ons kijken. Klein beetje daar even lachen. Ja, het is even een beetje opfrissend. Een beetje hier denk ik, een beetje mijn neus. En is dat bij die lijns? Ja, ik heb iets op die lijn gedaan. Nee, voor die lijntjes hier. Botox. Nee? Nee, ik kan het even doen. Dat heb ik nog nooit gehad. Weet je dat? Als je dit doet en zo, dan krijg je weer de lijntjes. Oh ja, dat is... Bunnylijns noemen we. Want dit bij mijn neus, die botox, die zit echt nog goed. Ja, dat blijft maar 1 keer per jaar of zo. Nee, dat blijft minimaal 12 maanden goed. Dat is een hele dikke filler is dat. Ja, die is echt heel goed. Dus dat blijft heel lang zitten. Ja, jij hebt ook die rimpels, maar oh mijn, alles is zo verdoofd nu. Er zal wel afkomen op mijn make-up. Ik ga niet alles weg doen. Oh, nee, maakt niet uit. Ik kom zo niks meer naartoe. Zo. Oké, dan kan je wenkbrauwen omhoog bewegen. Ja, zo ontspannen maar. Ik zei het omdat het geen pijn deed. En zo, eens even boos kijken. Heel ontspannen. Die zijn een beetje gemiddeld. Valt er zich wel mee?
De vanille ijs. Zo. Dus ze hadden voor mijn lippen zien aan het intrekken. Ja. En ze hadden hier 5 minuten wachten en dan kunnen ze hier de spuitje bij gaan doen. Ben ze echt helemaal verdoofd en ook achter mijn keel. En dat komt omdat je steeds niet beweegt. Ik ben blij dat het stak eraf is. We zijn nu 5 minuten verder en alles is helemaal verdoofd. Ik wou net een chocolaatje eten, maar dat proefde ik ook al niet. En daarna wilde ik thee drinken, maar ik voelde het proef zo. Ik voelde het theeglas niet tegen mijn lip aan. Zo. Maar werkte u ook in Rotterdam? Ja, ik vanmorgen in Rotterdam begonnen en dan middag hier toe gekomen. Rotterdam is ook druk, hè? Ja, Rotterdam is nog drukker. Dan werk ik 5 dagen in de week. Hè. Oh, eindelijk is je half af. Nou, ik ben benieuwd. Zo. Ja, nu nee, dit doe echt geen zin. Nu zit er bijna een kwartier erop, hè? Dus dan werkt hij. Ja. Ervaren meid, vond ik. Anders altijd gemeen, hè? Ja, die spuit gaat helemaal heen moeten, ben gek. En hoeveel gaat er nu vandaag? Ik denk niet meer dan een half uur. Ja. Nou, ik ben klaar bij de Botox en ik ben super blij. Hij heeft een halve milliliter in mijn lippen gespoten. Gewoon echt alleen maar voor het hier een beetje voor de volume. En ik heb nou wel een leuke afspraak staan, want ik ga over 2 weken ga ik een peeling doen op mijn huid. En dat heb ik nog nooit eerder gedaan, dus ik ben echt benieuwd. In ieder geval ben ik heel erg blij, alleen nu is de zwelling natuurlijk weer enorm. En vond ik eigenlijk bijna niks meer van mijn lip, omdat het natuurlijk ook nog helemaal verdoofd is. Nou, ik zit weer in de auto richting huis. En dat was het eigenlijk voor vandaag. Heel erg bedankt voor het kijken naar mijn video. Vond je het leuk? Dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te reageren onder mijn kanaal. En natuurlijk ook niet te volgen op mijn Instagram. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!